Welkom op dit YouTube-kanaal van Art & Leisure. Wat fijn dat u ons gevonden heeft. Mijn naam is Birgit de Mommers. Ik ben kunsthistorica en eigenaresse van Art & Leisure. Inmiddels geef ik alweer vele jaren cursussen en lezingen over kunst en cultuur en rondleidingen door tentoonstellingen en musea. En ik zie het daarbij steeds als mijn belangrijkste missie om kunst voor iedereen toegankelijk te maken, maar ook om mensen te inspireren door ze het verhaal achter een kunstwerk of een kunstenaar te vertellen. En dat wil ik nu ook online gaan doen, onder meer door deze YouTube-video's. Toen ik een onderwerp moest gaan verzinnen voor mijn eerste YouTube-video, was het duidelijk dat het in ieder geval iets met Vincent van Gogh te maken moest hebben. Vincent was immers de inspiratie voor mij om kunsthistorica te worden. Ik weet nog goed dat ik 16 jaar oud was en dat ik in de zomervakantie het boek van Irving Stone, Het leven van Vincent van Gogh, uitlas. En dat ik daar ontzettend geïnspireerd door raakte. Dat ik meeleefde met Vincent in al zijn emoties en zijn strubbelingen. Met zijn gevecht tegen de buitenwereld en zichzelf. En jaren later ging ik kunstgeschiedenis studeren. En ik koos weliswaar de afstudeerrichting Renaissance en Barok. Maar Vincent bleef altijd bij me. En tot op de dag van vandaag weet hij mij te inspireren en te raken. En daarom neem ik u vandaag heel graag mee naar het Van Gogh Museum. Om samen te kijken naar de amandelbloesem van Vincent. U ziet hier die prachtige grillige amandeltakken met die witte bloemetjes die zo fel afsteken tegen die blauwe achtergrond. Het is een heel bijzonder werk. Niet alleen voor die vele bezoekers die jaarlijks door het Van Gogh Museum langs dit werk doorlopen. Maar ook voor de familie Van Gogh zelf. En daarover en over de bijzonderheden van dit werk wil ik u graag wat meer vertellen. Daarvoor moeten we eerst kijken naar wanneer dit werk gemaakt is. Vincent schilderde amandelbloesem in 1890. Op dat moment zit hij nog steeds in de inrichting Saint-Paul-de-Mausole in Saint-Rémy. Hij had zichzelf daar ingecheckt omdat het mentaal helemaal niet goed met hem ging. En terwijl hij daar zit, ontvangt hij een brief van zijn geliefde broer Theo, die de aanzet vormt voor het schilderen van dit werk. Theo was een ontzettend belangrijke inspiratie voor Vincent. De foto die u hier ziet van Vincent dateert van 1873. Hij is op dat moment nog helemaal geen kunstenaar. Hij had wel al kennis gemaakt met de kunstwereld, omdat hij werkte in de kunsthandel van Goupil. Maar Theo is uiteindelijk de stimulans voor hem om kunstenaar te worden, na vele andere omzwervingen. Maar het is ook Theo die hem in leven houdt. En Theo die hem blijft ondersteunen. De briefwisseling tussen deze twee mannen is dan ook ontzettend belangrijk voor ons. Trouwens ook de briefwisseling tussen Vincent en zijn kunstenaarsvrienden. Ze geven ons een prachtig inzicht in de ideeën over kunst en leven die Vincent erop nahield. Het geeft ons informatie over kunstwerken. En het geeft ons inzicht in zijn zielenroerselen. Maar het getuigt ook van de nauwe band tussen Vincent en Theo. Vaak stuurde Vincent een brief aan Theo waarin hij vroeg of hij hem weer een nieuw doek kon sturen of nieuwe verf. En Theo stuurde dat dan. En soms ook stuurde hij geld aan Vincent, omdat Vincent natuurlijk geen werken zelf verkocht. Als werken af waren, stuurde Vincent ze naar Theo in de hoop dat hij ze kon verkopen, zodat ze weer wat geld konden verdienen. Dus de connectie tussen deze broers is ontzettend nauw. En in 1890, zoals gezegd, stuurt Theo een brief aan zijn broer met zeer heugelijk nieuws. Er is namelijk een baby geboren. Theo en zijn vrouw Johanna, die hadden een kindje gekregen op 31 januari 1890. Het kindje heette Vincent Willem en was vernoemd naar zijn oom. En Theo uitte in die brief de hoop dat de kleine man zou opgroeien tot een even moedig mens als dat Vincent dat was. Deze twee mensen die u hier overigens ziet, de kleine Vincent Willem op schoot bij zijn moeder, zijn uiteindelijk
bepalend geweest voor de beroemdheid van Vincent. Na het overlijden van haar zwager en haar echtgenoot legde Jo Bonger zich toe op het vergroten van de reputatie en de naamsbekendheid van Vincent. Ze maakte hem beroemd. En na haar overlijden in 1925 kwam de volledige collectie schilderijen in handen van Vincent Willem. Hij richtte de Vincent van Gogh Stichting op en hij zette aan tot de bouw van het Van Gogh Museum, dat we tot op de dag van vandaag kunnen bezoeken. En toen Vincent het nieuws ontving van de geboorte van zijn naamgenoot, toen kon hij niet afreizen naar, hij kon niet afreizen naar het gezin om zijn nieuwe neefje te gaan bekijken. De reden daarvoor was dat hij net weer een nieuwe crisis had doorgemaakt in die inrichting. Het ging eigenlijk helemaal niet goed met hem. Hij zat weer in de knoop. Maar hij is heel verheugd door het goede nieuws en hij besluit dit werk te maken. En in de bijgaande brief beschrijft hij ook dat hij het bedacht heeft voor de slaapkamer van Theo en Jo. Hij kiest namelijk niet zomaar voor amandelbloesem. Voor hem was dit uitermate symbolisch. Hij had namelijk al eerder amandelbloesem geschilderd, toen hij aankwam of vlak na zijn aankomst in Arles, in de Provence. Vincent was daar naartoe gegaan vanuit Parijs, in de hoop in de Provence, in Arles, wat rust te vinden en landschappen te vinden die hem deden denken aan de Japanners. Uiteindelijk komt hij daar aan en ligt er sneeuw. En een paar weken later schrijft hij in een brief aan Theo dat er nog steeds sneeuw ligt, maar dat hij ook een amandeltakje heeft gevonden. Voor hem betekent dat dat er nieuw leven aankomt, een nieuwe lente. Hij heeft daar dit prachtige schilderijtje van gemaakt. En u kunt zich dus voorstellen dat als het in Arles al nieuw leven betekent, dat het ook nieuw leven betekent in die amandelbloesem die hij schilderde als geschenk voor Theo en Jo. En u snapt dan ook dat dit werk een bijzondere waarde heeft voor de familie van Gogh in die collectie. Het werk is ook op andere fronten bijzonder. Als u dichter bij het werk zou gaan staan, dan zou u namelijk zien dat de verf ontzettend dik is aangebracht. En de reden daarvoor is de instabiliteit van de verf zelf. Vanaf 1841 maken schilders steeds meer gebruik van tubeverf. Dat geeft hen de mogelijkheid om naar buiten te gaan om te schilderen. Voor die tijd maakten ze hun eigen verven, van pigmenten met lijnzaadolie of met papaverolie, maar daarmee kon je weer niet naar buiten. Maar op het moment dat die verven machinaal gemaakt worden, krijg je andere bindmiddelen, krijg je ook soms andere pigmenten en die zorgen ervoor dat verf soms onstabiel wordt. En Vincent weet dat. Hij weet dat sommige verven, sommige pigmenten bij blootstelling aan licht en lucht kunnen veranderen en soms zelfs helemaal kunnen vervagen. En toch houdt hem dat niet tegen in het gebruik van die verven, van die pigmenten. Zo is een van zijn meest favoriete pigmenten de geraniumlak, een felle rode kleur. En die heeft hij ook hier gebruikt. Hij heeft dat aangemaakt met witte verf om roze bloemetjes te maken. Kunt u het zich voorstellen? Dit schilderij had ooit roze bloemetjes. Nu zijn ze alleen nog wit. Want die geraniumlak is berucht eigenlijk om de vervaging door blootstelling aan licht en lucht. De remedie die Vincent bedenkt is om de verf dan maar heel dik aan te brengen. Maar helaas, zoals u ziet, mocht het niet baten. Een ander bijzonder element in dit werk is het gezichtspunt. U ziet namelijk dat blauw, dat valt heel erg op, maar dat is de lucht waar u naar kijkt. En dat bijzondere gezichtspunt, dat heeft hij overgenomen van de Japanse prenten. Hij verzamelde samen met zijn broer Japanse prenten vanaf ongeveer 1886, 1887. Ze kunnen niet van alle Japanse prentmakers verzamelen. Ze zetten werken van Eisen bijvoorbeeld in hun collectie. Van Hiroshige, maar ook bijvoorbeeld van Utamaro. Het werk van Okusai
is zeer waarschijnlijk niet vertegenwoordigd geweest in die collectie. Simpelweg omdat het werk van Oksay moeilijk te verkrijgen was en daardoor ontzettend duur. Toch wil ik u hier eventjes een prent van Oksay laten zien, met een treurkersenboom, die net zoals die amandelbloesem vanaf beneden bekeken is. Onder het motto, je gaat onder de boom staan en je kijkt omhoog. En je ziet daardoor de onderkant van de takken, de onderkant van de bloesem en in dit geval zelfs de onderkant van een vogeltje. Dat blauw op de achtergrond is daardoor te karakteriseren als lucht. En Vincent, die zo geïnspireerd raakte door de Japanse prenten, die kiest dan ook in zijn werken voor bijzondere afsnijdingen of bijzondere gezichtspunten, zoals de Japanners dat ook deden. En zo ziet u dat dit werk bijzondere kenmerken in zich draagt en een speciale plek had in de collectie van de familie van Gogh. En tot op de dag van vandaag, zoals ik al zei, is het een ontzettend geliefd werk. Misschien wel een van de meest geliefde werken in de collectie van het Van Gogh Museum. Getuige ook het feit dat de objecten met dit motief erop in de museumwinkel veel verkocht worden. Het werk blijft tot op de dag van vandaag inspireren. En ik hoop dat u ook geïnspireerd bent geraakt door deze video, dat u ervan genoten heeft. En ik hoop dat u bij een volgende video er gewoon weer bij bent. Wilt u nou geen enkele video missen? Abonneer u dan vooral ook op ons YouTube-kanaal. Ik zie u graag een volgende keer weer terug.